20% van de volwassen mensen in hun leven te maken met een depressie. Dat is veel? Nee, dat is 20%. Nou, dat vind ik veel. Hey, jij bent depressief. Of nee, jij wordt depressief. Jij hebt een ongelukkige jeugd gehad. Jij bent depressief. Nee, ik ben heel gevoelig. Bas? Jij bent depressief. En het verhaal gaat ook niet per se over ons, het gaat over meer het universele gegeven. Over wie gaat het anders? Nou, over hem. Hij heet Mannetje. Geboren op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. Maar dat was niet aan de hand bij Mannetje. Waarom eigenlijk niet? Omdat je met een ongelukkige jeugd depressief kan raken. Maar net zo goed ook als je heel gelukkig bent opgegroeid. We hebben een hele generatie mensen opgevoed onder het motto als je maar gelukkig bent. Hallo! Ik dacht ik kom eens even kijken hoe het met je is. We moeten het niet hebben over dat je gelukkig moet worden, maar over hoe je moet omgaan met ongeluk, met verdriet, met melancholie. De deur gaat open en daar staat hij. We kijken elkaar aan en ik weet dat wij binnenkort geen biertjes gaan drinken samen. Voor mensen die het zelf hebben meegemaakt, zoals ik, is het confronterend, maar ook tegelijkertijd eigenlijk heel mooi om te zien. En ik kreeg medicijnen. Ik ging echt niet meteen op zonnestralen lopen of zo, maar ik was verdrietig wanneer ik verdrietig hoorde te zijn en blij als dat moest. Ik vond het mooi om te zien dat, ik denk ook wat de voorstelling gedaan heeft, is dat je meteen betrokken raakt bij de persoon waar het daarover gaat. En dat dat ook meteen een betrokkenheid geeft in het nagesprek wat je met elkaar hebt. Maar wat ik mooi vond, is dat het echt vanaf de eerste vraag die er was, persoonlijk werd. En dat mensen eigenlijk heel makkelijk hun eigen verhaal kunnen delen en met elkaar kunnen delen waar het over gaat. Hulpverleners zou het echt kunnen bieden om meer zicht te krijgen op het denken, de beleving, denk ik, van iemand met een depressie. En ik ging met een heel blij gevoel van mijn stoel af, terwijl het onderwerp zich daar eigenlijk helemaal niet voor leent.